Ja, ik wil beginnen met zeggen dat het een heel moeilijk onderwerp is. Als ik Abdoor vraag of de aanschrijven veranderen gesprekken al gauw discussies. Ben terecht zijn stem om gehoord te worden en omdat hij vindt dat hij gelijk is en zijn beeld daarover wil delen. Ja, er wordt niet naar elkaar geluisterd en ik vind het heel erg beangstigend. Ja, paniek zorgt ervoor dat men elkaar meer gaat wantrouwen en het vertrouwen in elkaar moeten we juist niet verliezen. We moeten er juist voor zorgen dat we bij elkaar komen en een rustige manier vinden om hierover te praten met elkaar. Ik hoop dat er meerdere mensen hun ervaringen en bevindingen hierover willen delen vanavond. En dat is ook zo, dat Jim, ligt die zwaar eten. En ook Leila hier, nou niet Amsterdam, maar eten, Ihsasia, Amsterdam hier. Hier in Asla, Maghrabi, Muslima, ben hier vertelt Hollandia. En dan, lemme tesma hadden hadet, tahzan, en dan, la ta'rif mada waqa, wa mada hasan, wa ila aina. وحتى الكلام مع الآخرين هي تبقى حيرانة كيف تتعامل أو تتجاوب أو كمسلمة مع هذا هي تحس فتاة هولندية والأعين تشير إليها بأنها هي ترتدي فولار و ملامحها أو شكلها مسلمة بل هي من جوة تحس هولندية هي تصعب عليها أن تسمع هذا الحكاية هذا الحدث تسمع عليه أو تحكي عليه المهم ليلى هي تشتغل معنا كاستاجير مع الصداقة كوميونيتي وهي عبرت على حزنها أيضاً